misschien jullie 2 jaar geleden met z'n drieën op straat had gezet, dan was het misschien wat minder gezellig dan nu geweest. Ik denk dat het dan veel minder gezellig was, ja. Ik denk dat als hij ook menig raadsdebat van ons gevolgd heeft, volgens mij waren we continu bezig ook de burgemeester aan het werk te zetten van probeer dat lachgas gewoon te stoppen. De fractievoorzitters van de PvdA en ChristenUnie in de stad gaan samenwerken met voormalig lachgaskoning Dennis. Ze willen in gesprek met jongeren in Nieuw-West over de gevaren van lachgas. Ook dienen ze een initiatiefvoorstel in dat het gebruik en de verkoop van lachgas in Amsterdam moet verbieden. Je ziet met name in een wijk als Nieuw-West, waar alcohol en drugs niet vanzelfsprekend zijn voor heel veel jongeren vanwege hun geloofsovertuiging. Maar was lachgas wel een goed alternatief? Nou, en zo goed is dat dus niet gebleken, want het is namelijk echt slecht voor je gezondheid. En het heeft mensen ook hun leven gekost. De samenwerking is best opmerkelijk, want Dennis kroonde zichzelf niet zo lang geleden tot lachgaskoning van de stad. AT5 maakte daar toen deze reportage over. En ik zou het adviseren om het zittend te gebruiken, niet staan, want je kan vallen. En als je valt, dan belandt je bij spoedeisende hulp. En elders niet, want dan val je om, links of rechts. Het was gezellig, het was leuk in de stad. Misschien heb ik bepaalde mensen pijn gedaan in die tijd. Ik wil sowieso mijn excuses gaan aanbieden als man. Weet je, ik heb dingen gedaan, ik heb ook fouten gemaakt en ik geef die fouten ook gewoon toe. Ik heb daar geen moeite mee om mijn fouten toe te geven. Het is wel een beetje alsof Klaas-Jan Huntelaar voor Feyenoord gaat spelen. Ja, dat kan. Dat kan. Het kan zomaar zijn dat dat in één keer inderdaad gebeurt. En dat heeft gewoon echt puur te maken gewoon met het inzicht komen van bepaalde dingen. Iemand die het zelf zo heftig gebruikt heeft, die komt volgens mij 3 keer zo goed binnen dan iemand die van derde hand heeft gehoord dat het wellicht bepaalde lichamelijke klachten geeft. Dus ik vind het alleen maar logisch. UvoGas, het bedrijf van Dennis dat via bakfietsen ballonnen verkocht in Amsterdam, heeft nog €1 miljoen aan boetes openstaan bij de gemeente. Weet je wat het is met boetes? UvoGas BV die gaat niet over bestuurlijke boetes. Maar het is een rechtsproces en we leven gelukkig in Nederland, niet in een bananenrepubliek of ergens in Oeganda. Dus we wachten het allemaal af. En ik zei 5 minuten. Het zou hartstikke goed kunnen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon zelf op de inzicht gekomen dat het spul gewoon slecht is. Ik heb het zelf gebruikt. Ik heb zelf gezien wat het met mijn gezondheid heeft gedaan. Ik heb zelf gezien wat het met de gezondheid van mijn klant heeft gedaan. Van mijn vrienden om me heen, van mijn vriendinnen. Nieuwe Dennis. Ja, dat is de nieuwe Dennis, de ex-lachgaskoning. Geen ballonnen doen, hè.